Voilà, hier volgt nog een reportage over de mobiliteit 2019. We gaan eerst dan vooral beginnen hier met het aanbod van Ryanair. Dus zoals je weet, Ryanair doet af en toe promoties. Nu doen ze dat opnieuw. Je ziet ook geweldige aanbiedingen. Kan je terugvinden op hun site. En dat is ook regelmatig door het jaar heen. Als men nu even terugkijkt naar de busmaatschappij Connexion, hier in Nederland, dan kan je opnieuw vaststellen welke schande dat het is als je hun tarieven ziet voor een abonnement voor 2019. Dus als je bijvoorbeeld van Hulst naar Oosburg wilt gaan met een abonnement voor een jaar, kost u dat €2.521. Dat is iets meer dan 40 kilometer. Dus die Connexion-maatschappij die busvervoer doet, niet te vergeten, er is één bus per uur 10, twee bussen 20. Je doet er enkele uren over om op je bestemming te komen. Ik zeg, de bussen zijn meestal iedere week te laat. Dus maar liefst €2.500. Dat is onaanvaardbaar. Ja, bijvoorbeeld in Luxemburg wordt het openbaar vervoer volledig gratis. Ja, ik kan u niet zeggen dat Connexion moet volledig gratis worden, maar je kunt nog even kijken naar België. In België betaalt men €314 voor een jaarabonnement om overal te reizen. In Vlaanderen, op de bus, op de tram en ook de grensgebieden. Bijvoorbeeld tot Hulst kan men de lijnbus nemen met het abonnement. Dus Connexion moet zich dringend aanpassen. Voilà, en aansluitend op dat wil ik het ook nog hebben over de veiligheid met die bussen. Wie Zeeland een beetje kent, weet als men Vogelwaarde binnenkomt vanuit Terneuzen, is de baan dus veel te smal. De baan is niet breed genoeg om twee bussen naast elkaar te doen rijden en zelf niet om een bus en een wagen naast elkaar. Dat kan absoluut niet, dus als er tegenliggende verkeer is, moet oftewel de wagen uitwijken of de bus. Dus het is een... Met de bus. Voilà, daar passeert de bus in veel te breed. De richting Hulst. Ze zijn in Vijverk ook niet goed aangepast voor Zeeland. Ik vind persoonlijk dat er... meer minibussen zou moeten komen die aangepast zijn voor de weg. Ook in andere delen, dus van de Kloosterzanden, is hetzelfde probleem. En ook op de terugweg naar Hulst. Ja, het is een feit, er gebeuren toch wel een keer, jammer genoeg ook, ongelukken met die bussen. En ik vind het persoonlijk soms ook absoluut onveilig. Als die bus in volle vaart naar Hulst gaat om zijn om op tijd te komen. Allee, het is een feit, de bus moet op tijd komen, anders mis je overstap. Maar als er meer reizigers op de bus mee moeten, of er moet iemand geholpen worden om op de bus gezet te worden, ja, dan automatisch zijn die reistijden te kort om dat te kunnen overstappen. Maar ik vind ook, het is ook onaanvaardbaar dat een chauffeur in volle vaart dan moet gaan rijden om nog op tijd te kunnen komen. Het moet allemaal in veiligheid gebeuren. Dus er moet meer tijd besteed worden aan de mogelijkheid om over te stappen. Een betere verbinding zijn als de bus wat later komt, dat de andere bus meer tijd heeft om zijn reizigers te kunnen laten overstappen en zo verder. Dus het is niet alleen maar het tarief, maar het is de hele, het volledige bustransport in Zeeuws-Vlaanderen die moet herzien worden.